Wacht eens even, komt daar nou licht van? Oh. Hé? Wat is dit? Jongens, ik ben ergens achtergekomen. Minecraft is verslavend. Met de Coolblue samenwerking dacht ik, weet je wat, ik doe gewoon Minecraft. En ik heb ondertussen heel veel Minecraft gespeeld, wekenlang. Ik dacht, ik doe het even één keer. Even één keer. Nee. Ik dacht dat ik Minecraft bestendigd was. Maar nee! Laat een duimpje omhoog achter voor Minecraft. Vergeet natuurlijk niet te abonneren als je niet geabonneerd bent. En als je meer content wilt zoals dit. Let op! 1 plus 1 is... Laat ik dan mijn gamer modus aanzetten. Oftewel... Minecraft modus. Oké, we gaan dus weer terug naar Poopy World. Kijk, daar zijn we dan. In mijn nieuwe huisje. Ik denk dat ik het beste kan beginnen met jullie een tour geven van de nieuwe dingen die ik heb gedaan in Poopy World. Yo, what's up guys? Welkom bij mijn nieuwe crib. Dit is de voorkant, jongens. Dit ziet er toch super vet uit. Als je hier kijkt, staat hier gewoon een bordje op met Wilbo's crib. En hier zijn we in de super vette woonkamer. Wauw. En hier is waar de magie gebeurt. De slaapkamer. Met een mooi tweepersoonsbed. En hier beneden hebben we de opslagruimte. Woehoe! Allemaal kistjes. De bovenste kunnen niet eens open. Oepsie, verloopsie. Niet dof tellen. Anders vermoord ik in slaap. En hier is dan het coole balkon waar je kan chillen. Ik zou je het andere balkon laten zien, maar die is precies hetzelfde. Dit was Wilbo's coole crib. En nu opdonderen. Wegwezen. Wegwezen! Anders ga je eraan. Oké, dat is dus mijn huisje, maar ik had nog beter nieuws voor jullie. Jeroen was terug! Jeroen was er zelfs twee keer! Eén daarvan had ik opgesloten. Kijk hier, dit is waar ik hem had opgesloten. Jeroen. En hij is weg. Ik dacht, misschien is hij de vorige keer weggelopen, omdat die dingen dus blijkbaar deuren open kunnen doen. En ik heb nog beter nieuws. Weten jullie nog wat er gebeurde in de vorige aflevering toen ik een koe wilde martelen? Het is nu net een dierentuin. Ha nee! Karma! Er is een andere koe ingevallen, zag ik. En nu zit er nog een andere koe in en ik heb er een heel altaar omheen gebouwd. Als jullie afvragen wat zijn deze twee huisjes, nou, ik heb dus ook schuurtjes gebouwd. Oh, kutzooi. Heb ik deze wel goed gedaan? Ja, toch? Nee! Ik moet nog wat stone slabs, maar deze is nog niet af. Nee! En kijk, hier kan ik dan allemaal dingen in doen als wol. Want ik heb hier schapen in. Nee, ik weet nog steeds niet hoe ik dieren kan laten voortplanten. En als we hierin gaan, in dit luikje hier, dat in het varkenshok zit. En wat hebben we hier? Hier hebben we een deur naar de koe! Ik weet niet waarom. Wat ik wel jammer vind, is dat in dit varkenshok wilde ik echt zo'n varkenshok vibe hebben. Dus dan wilde ik dat dit allemaal modder was. Dus dan heb ik allemaal dirt ervan gemaakt. Maar dan komt er dus gewoon weer gras voor in de plaats. En dat wil ik niet. Maar ik wil dus nog een paard en een hond. Maar ik weet niet hoe ik die kan laten zorgen dat ze dingen doen met of dat ze me blijven volgen. Wat zijn al die rare geluiden de hele tijd? Jullie hebben geen idee wat voor creepy geluiden ik hoorde. Terwijl ik aan het bouwen was. Echt van dat rare, krakerige, luide geluid. Alsof er iets in de verte aan het kraken was of zo. Je kan een schild maken? Oké, ik wil dus even weer wat... Wat is een fletching table? Wat is dit dan? Wat is dit? Een smoker? Maar wat doet een smoker? Wat is het nut van een smoker? Ik wil er wel eentje bouwen, maar ik weet van heel veel dingen niet eens wat het nut is. Zolang er maar geen creepers zijn, vind ik alles prima. Oké, daar is een creeper. Daar is een creeper. Ik wil niet dat hij iets opblaast. Er staat een creeper aan mijn voordeur. Oh, nee. Kijk, dit is nu de ingang. Ik heb hier zoveel tijd gestopt. Jullie hebben geen idee. Dit is gewoon de ingang van de mijn nu. Het is nu zo. Het is nu echt zo'n tempel, lijkt het. Zie je het? Ik ging ook echt voor zo'n tempel vibe. Alleen hier heb ik dus ook dat... De bovenste kan je niet openen. We gaan dus hier naar beneden. Oké, let op. Dit is heel cool. Kijk, en dan heb je fakkeltjes aan beide kanten. En zelfs een trap aan de bovenkant. Zo, en dan ben je nu... Bam. Nu ben je in de mijn. Nu kan ik hier weer fakkeltjes plaatsen. Ik had... Oh, nee. 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 Oh, nee! Waar is Water Sambo? Hier was baby Water Sambo. Hij is weg. Oh man. Niet cool. Anyway, ik wilde kijken wat hierop was. Oeh. Daar aan de overkant gaat het verder. Man. Tadaa. Ik heb nu echt een brug gemaakt. Nu is het ook wat meer Indiana Jones-achtig. I don't know. Ik wilde gewoon die muurtjes uitproberen. Die cobblestone walls die ik zag. En die heb ik nu uitgeprobeerd.
En ik zie dat ik nu ook straks daarheen kan. Dus als ik dit nu alvast losmaak, dan kan ik ook kijken wat daar is. Oh man, we zijn best wel diep dus al. Kijk hoe diep we onder de grond zijn. We moeten dus nog dieper gaan. Ja. Ik ben het ook niet helemaal mee eens met hoe dat eruit kwam. Oké, hier is lava, maar als ik daar water bij gooi, dan krijg ik toch dat nether gedoe of zo. Dat was toch hoe het vroeger was? Hallo meneer zombie. Hi. Hi, hoe gaat het ermee? Dan zit je niet zo mee. Oké, even kijken of er nog gevaar is hier. Het ziet er naar uit van niet. Maar ik vraag me af waarom er enemies spawnen in mijn gebied. Want ik heb alles zoals je ziet verlicht. Ik heb zo mijn best gedaan, want ik dacht, als ik hier een creeper krijg, dan word ik echt boos. Oh. Oh, dat is sick. Oh, dat is cool. Nu heb ik een schild. Haha. Oké, dat is sick. Wat zijn die geluiden toch steeds? Kan iemand het me uitleggen in de comments? En nu kunnen we op avontuur. Sterf, varken. Sterf. Sterf. Nice. Ik wil eens op deze kant, want ik zie hier van die jungle-achtige boompjes. Dus ik ben benieuwd wat er bij de jungle-achtige boompjes is. En er is hier een andere kleur water. Wat? Wow. Wat beweegt daar in dat huis? Het is een kat! Oh, ik moet hem hebben. Ik moet even googlen. Ik ga niks ervan. Mensen zeggen dat ik een lead nodig heb, maar ik heb een lead. Yay! Oh, ik heb een Tommy! Ik heb een Tommy! Tommy, 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 Tommy! Yes! Ik moet nog even kijken hoe ik eigenlijk een naam kan geven aan hem. Is er iets waarmee ik een naam kan geven? Oh man, maar ik heb geen name tag. Ik dacht dat ik een name tag kon maken hiermee, maar dat kan ik dus niet. Ik moet een name tag vinden. Een peert! Een peert! Ik zie een peert! Oh, ik zie allemaal paarden. Oh! Wat de hel? Wat zijn die veel paarden? Oh, nu moet ik wel de mooiste uitzoeken. Nu moet ik wel de mooiste uitzoeken. Oh my god! Hoppakee, kom met me mee! Jee, nu loopt hij ook echt... Ja, deze lijkt op Epona. Deze lijkt op Epona. Oeh, ik wil niet in de gat vallen. Ik wil niet in de gat vallen. Niet nu. Niet nu. Ik ben dus een beetje bezig met een stal. En ik moet dus zorgen dat ik eruit kan rijden. Dus ik kan het niet vastdoen met een hek. Maar ik ga ervan uit dat hij wel blijft. Daar ga ik vanuit. Dus dan heb ik hier gewoon paarden. Ik denk dat ik hier ook meer paarden ga doen. Als ik zou weten hoe. Dus ik denk dat ik maar gewoon dat ik het hier zo bij laat. Ik mijn shit is op. Dus ik moet weer nieuw shit hebben. Ja, dat zeg ik. Ik ben zo cool dat ik gewoon shit zeg. Ik had al die tijd gewoon een touw. Om dieren mee te leiden. En ik had geen idee. Ik weet niet eens hoe ik hier dan kom. Hier rechts was een hondje. Woef. Daar is woef woef. Daar is Woef Woef. Ik weet ook niet hoe ik de Woef Woef ga noemen. Maar weet je wat? Jullie bedenken maar gewoon een naam. Wat betekent dat? Ik weet het niet. Hi hond. Je hebt nog geen naam. Maar de lieve kijkers gaan je een naam geven. Dat beloof ik je, oké? Okay? Dat beloof ik je. Zolang je maar hier blijft. Wat is hier? Daar is zojuist een octopus gestorven. Ik moet dus zorgen dat deze schapen zich blijven voortplanten. Ik moet dus zorgen dat die varkens zich blijven voortplanten. En ik moet zorgen dat ik wat meer paarden heb. I guess. En dan is mijn vraag. Zeg maar, ik heb nu een mine waar ik dingen kan weghalen. En ik moet diamond vinden. Maar wat moet ik nou nog verder doen? Wat is jullie suggestie? Oké, ik heb nu 2 pickaxes. En ik heb mijn armor uitgedaan. Ik ga nu op een bepaalde plek ga ik gewoon rechtstreeks omlaag. Maar ik heb een kraag omhoog. Dat betekent dat je cool guy bent. Ik ben een coole jongen. Hier ga ik gewoon recht omlaag. Dan ga ik kijken waar ik uitkom. En als ik dood ga, dan maakt het helemaal niks uit, zeg maar. Dat is het idee. Dus ik ga nu gewoon recht omlaag, recht omlaag. Ik had misschien fakkels mee moeten nemen. Dat was ook wel nice geweest, want nu zie ik niks. Oh, waar ben ik nou weer terecht? Oh, hier ligt goud. Oh, dit is nice. Yeah. Dan kan ik nu gouden shit maken. Yeah. En ik pak ook dat iron erbij. Mm, heerlijk. Geven we die dingen. Wat zijn dat nou toch voor geluiden dan? Iemand vertel het me, alsjeblieft. Ik weet het niet. Wacht eens even, komt daar nou licht van? Oeh, hè? Wat is dit? Ik wil niet veel zeggen, maar ik neem dat fakkeltje gewoon mee. Wat zit hierin? Wat moet ik met een boek? Name tags! Name tags! Let's go! Lekker dan. Een gouden nugget. En een gouden zwaard. En wat van die dingen. Heel nice. Give me the kist. Thank you. Ik weet niet wat ik kan doen met allemaal, oké? Ik weet nog steeds niet wat nou de bedoeling is. Ik vind het leuk om te bouwen.
Oh, ja, nu is dat Tommy! Oh, dat is sick! Hij heet nu Tommy. Yay! Nu heeft mijn paardje Epona. Het hondje moet natuurlijk ook een naam hebben. Ik ga zelf geen naam geven. Jullie mogen voor de koe mogen jullie een naam bedenken. Waar ik gewoon een bordje ga neerzetten van dit is die, dit is de koe. Ga ik niet een name tag op gebruiken. En voor de hond ook, waar de hond ook is. Kijk, allemaal nieuwe receptjes. Hoppakee. Ik heb nu letterlijk gewoon een boerderij. Ik heb nu legit 100% een boerderij. Dit is nu gewoon een boerderij. Ik woon op Planiam, jongie. Dat is de Fries in mijn bloed. Het zit in mijn bloed ook. Ik weet hoe ik moet doen. Het is gewoon Fries bloed. Dan weet je hoe je, hoe je een boer moet zien. Dan weet je dat gewoon. Ik hou al op. Weet jij wat ik moet doen? Geef me tips. Zeg wat ik moet doen in de reacties beneden. En dan doe ik het in de volgende epische aflevering van Minecraft.